Smaken verschillen. Zo, wie heeft er wat leuks gedaan in het weekend? Ja. Zo Anna, wat heb jij voor leuks gedaan in het weekend? Ik ben naar de Efteling geweest, dat is echt vet cool. Zo, dat lijkt me leuk. Ik wil ook naar de Efteling. Ja, ik ook. Zo, ik hoor dat jullie het echt heel leuk vinden om naar de Efteling te gaan. Wie heeft er nog wat leuks gedaan in het weekend? Oh, juf Ikke. Zo, Veerle, wat heb jij voor leuks gedaan in het weekend? Ik ben naar een concert van Green Day geweest. Was echt heel vet. Green Day, wat is dat ook weer? Leg eens uit. Dat is een supercoole band, Juffie. Ja, voor jou ja. Wij vinden er echt niks aan. Green Day is voor losers, daar luisteren kinderen niet naar. Ach, hou je stil. Green Day is het beste wat er is. Green Day, saai. Saai. Jongens! Voor een andere activiteit moeten de kinderen groepjes maken. Zo jongens, dat gaat goed. Groepjes maken. Wie heeft er allemaal hier nog geen groepje gemaakt? Juf, ik heb nog niemand. Er moet dan één groepje van drie zijn, hè? Ja, dat zijn wij. Dan wil ik wel dat één van jullie drie hier bij Veerle gaat zitten, hè? Ja, daar ga ik echt niet bij. Ik ook niet. Ik ook niet. Omdat ze een andere smaak heeft, wordt ze een beetje buitengesloten. Mag niet in de online. En terwijl iedereen lekker buiten speelt in de pauze, of er een beetje bij hangt, zit Veerle weer helemaal alleen. De volgende dag heeft de juf een mededeling. Nou jongens, het is een hele bijzondere dag, want we krijgen vandaag een nieuwe leerling. Ik hoop dat hij wel aardig is tegen mij. En daar is ze dan, de nieuwe leerling. Volgens mij is dat zo'n Green Day fan. Maar ga jij maar tegenover Veerle zitten. Daar is nog een plekje. Hey, hallo. Hoi. Hoi. Hey, je hebt dezelfde koptelefoon als mij. Ja, leuk. De klas reageert een beetje flauw. Hey, hou je ook van Green Day? Ja, dat is de meest vette band die er maar bestaat. Dat is toevallig. Ze hebben dezelfde interesse. De volgende dag in de pauze zit Veerle weer alleen. Totdat... Heb je gitaar meegenomen? Ja, dat zei ik toch. Vet. Kijk, kunnen we nu gaan spelen? Ja! De hele klas heeft nog niks in de gaten. Wake me up when September ends. Summer has come. Hey cool, zijn jullie gitaar aan het spelen? Ik kan ook gitaar spelen. Oh vet, doe eens. En zo begint een klasgenoot opeens ook mee te spelen op de gitaar. Enkele kinderen letten niet meer op hun eigen spel. Hier, heb je de bal? Moet je daar kijken? De klas is nieuwsgierig en gaat erbij staan. Ze vinden het erg mooi. Je moet echt meedoen met de Voice. Hé, dat is een goed idee. Ja, misschien goed idee. Doen we dat wel. Welkom bij de Voice of Holland. Met Treintje Oosterhuis, Nick en Simon en Ali B. We staan bij de eerste kandidaten. En dames, zijn jullie zenuwachtig of zo? Ja, we hebben heel veel geoefend van tevoren, zelfs dus, op het schoolplein. Ja, het valt best mee. Nou dames, dan wens ik jullie heel veel succes. Maar eerst gaan we naar een andere optreden kijken. We zijn erg benieuwd. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me by my way, oh. You're gonna miss me when I'm gone. Deze kandidaten zijn door naar de volgende ronde. Op naar de volgende kandidaten. Can't come so fast. Wake me up when September ends. Woo! Woo! Dames, jullie zitten bij mij Ali B. Gefeliciteerd dames, jullie zijn door naar de volgende ronde. De hele klas heeft het erover. Iedereen is razend enthousiast. Ze zitten gewoon in onze klas, weet je hoe vet dat is? Ik ben super trots op jullie allemaal, want we hebben echt hier talenten in de klas zitten. En die twee dames van de Cupsong hebben het echt geweldig gedaan. Maar nu kwamen de dames waarvan niemand het had verwacht. Ze nemen het applaus vol trots en ontvangt. Mag ik jullie hand tekenen? Ik ben zo'n grote fan. Oké, kom maar halen. Yay! En zo zie je maar. Eerst vonden ze haar raar. En nu vindt iedereen haar geweldig. Ach ja, smaken verschillen nu eenmaal een beetje.